Ja, en dan, hij is de onbetwiste doppenkoning van Devensvaart, Johan Snoeier. Op zijn driewieler steekt hij door het hele dorp, altijd op zoek naar zwerfafval en dan vooral plastic flessen doppen. Inmiddels heeft hij er al duizenden gevonden en dat doet hij allemaal voor het goede doel. Een hulphond voor gehandicapten. En dan. Zo, leerlingje. Dankjewel. Hartstikke mooi. Ik vind het zo knap dat ik allemaal voor elkaar krijg zoveel doppen bij elkaar te krijgen. Kijk, dit is alweer een zak. Hoeveel doppen? Nou, ik schat 100 doppen, denk ik. Dat is mooi, maar doppenheld Johan doet aan schaalvergroting. Hij krijgt hulp van groep 4 van basisschool CNS Balkbrug. Daar zijn ze al weken aan het sparen, tellen, schatten en rekenen. Dat veel doppen? 20.000. Waarom zijn al die doppen nodig? Voor één hulppot. Het lijkt wel speelgoed zo. Ja. Waarom vind jij het leuk om te helpen? Omdat het een heel goede actie is. De opbrengst is voor stichting Bulter Smekken. Die kan met 40.000 doppen één gehandicapte met een hulppot blij maken. Ik heb een nichtje die heeft een hond. En wat die kan in die korte tijd is heel veel. Hij zegt, ik vind het verschrikkelijk veel doppen. Nou ja, Johan is inmiddels de doppenkoning. Ik vind het wel een keizer hoor. Mooi hè. Johan krijgt voor zijn plastic dopjes 22 cent per kilo. En dat tikt aan. Daar worden pellets van gemaakt. De pellets worden verkocht. En dan van die opbrengst. Ga dan naar de stichting en daar wordt de training van die assistenthonden van betaald. Het is de klas wel duidelijk dat Johan echt over een engelengeduld moet beschikken. De eerste week heb ik het alleen gewoon zelf gedaan en ik dacht, ja, dat schiet niet op. Dus ik pak de klas erbij en ga eigenlijk de hele school gaan sparen voor ons.